Sportpaleis Ahoy zit behoorlijk vol. 8 à 9000 toeschouwers die afgekomen zijn op de finale van de wereldkampioenschappen korfbal tussen Nederland en België. Ja, er staat voor België verschrikkelijk veel op het spel. Was het één keer dat België van Nederland wist te winnen? Dat is onze langzamerhand goed uitgekoud. Dat was in 91. Toen was het Hans Heemskerk die de beslissende strafworp niet wist te verzilveren. Dat zijn vervelende momenten. Die wil je denk ik nooit meer meemaken. Nee, dat doe je hooguit maar één keer. Eerste strafworp van de wedstrijd is gegeven door Gorg Alves, de scheidsrechter. En die strafworp die wordt verzilverd door Steve de Jonge. Dus is de verrassende openingstreffer er eentje van de Belgische ploeg. Steve de Jonge scoort in de 6e minuut van de wedstrijd. Het is 1 voor België en 0 voor Nederland. Zoals gezegd, veelvuldige duels tussen Dave Coles en Leon Simons. En hij laat zich aardig theatraal vallen. Maar toch een vrije bal gegeven door de Portugese scheidsrechter Alves. Wat gedoe met die vrije bal is altijd een soort circus om naar te kijken, vind ik. Het blijft, het is altijd de mensen goed neerzetten. Het kost tijd, het kost eigenlijk te veel tijd. Er is wel een 4-seconden regel dat er binnen die 4 seconden genomen moet worden. Maar het kost al steeds te veel tijd om de mensen op de juiste plek te krijgen. De juiste plek is in ieder geval recht voor de korf van Leon Simons. En die wil dan ook wel eens een doorloopbal nemen. En wat voor doorloopbal. Dit is een heel mooie van Leon Simons. Die perfect de bal in de handen krijgt. Dan snelheid maakt. Omhoog met die armen. En door de man. Het is gelijk. Leon Simons scoort 1-1. Ja, de opening is niet echt prettig voor Nederland. Het is heel moeilijk zoeken. Het samenspel loopt ook heel stroef. Men is nog duidelijk aan het zoeken van nou, welke mensen gaan we nu in stelling brengen. Wat eigenlijk al heel duidelijk had moeten zijn. Maar goed, het heeft ook te maken met de druk van België. En ook met de spanning in Ahoy. Nog altijd weer een ander soort wedstrijd. Veel publiek. Het schieten op de korf is moeilijker. Die korf die zweeft zo'n beetje in de ruimte. Daaromheen allerlei mensen op de tribunes. Maar laten we eens kijken wat Scholtmeijer kan. Wim Scholtmeijer, prachtige vallen hoor. Wim Scholtmeijer die zo verschrikkelijk goed toernooi speelt. De absolute topscorer en misschien wel de beste speler van het hele wereldkampioenschap. Hij zorgt voor de eerste treffer, voor de eerste voorsprong moet ik zeggen van het Nederlands team. Goed afgemaakt, Wim Scholtmeijer. Bossard. Zo gemakkelijk lijkt die bal. Hij gaat hem wel door de korf. Maar je moet echt het vizier verschrikkelijk scherp hebben staan, wil je in staat zijn om deze ballen door te gooien. Dennis Vossard, speler van het Dordtse Detos. Nederland loopt uit. Het verschil is 2 punten. Aansluiting van België komt onmiddellijk. En dat is perfect van Ben Verburg. Ook van grote afstand in het publiek wat meegekomen is uit België. Is dik en dik tevreden. Prachtig doelpunt van Ben Verburg. Dit is 2-3. Helene van der Wild. Een prachtige bal. Hè? Die van der Wild is zo slim. Burgemeester van Rotterdam die geniet met volle teugen. En Helene van der Wild vergroot de voorsprong van het Nederlands team. De stand 2-5. Nederland kan blijven aanvallen. Ambiance in Sportpaleis Ahoy is redelijk. Dat publiek dat is nog niet helemaal enthousiast, maar dat komt misschien nog wel. Er is een moment geweest in het korfbal dat bij zo'n situatie, als je tegenstander onderuit glijdt en niet wordt geschoten. Maar Wim Scholtmeijer, professioneel, tikt die ballen gewoon in. Geen probleem, Hans. Nee, het is gewoon WK. Hier draait het om en hij zal misschien ook nog wel eens uitglijden. En dat zal hetzelfde gebeuren. Het is het WK, klaar. Afmaken die bal. Steve de Jonge met de afvang van Ben Verburg. Bewegelijke speler die de Jonge en Wendy Lodewijks. En opnieuw Ben Verburg. Schot dat niet aankomt. Dat is jammer. Het zou voor de wedstrijd goed zijn als België zou scoren. Nederland denkt daar vanzelfsprekend anders over. Opvallend dat er toch zo'n 7000 toeschouwers afgekomen zijn op de wedstrijd van het Nederlands team. De tribunes niet helemaal vol tijdens de finale. Nog even dat doelpunt van Tato Poelstra. Die wedstrijd gaat voor Poelstra. Heerlijk. Mooi moment. Afgeleid. Was misschien een tikje van Marjan de Jong. Bal geraakt. Maar het doelpunt van Poelstra. Verschrikkelijk mooi. Het applaus is voor Tato Poelstra. En het applaus
is ook voor Dennis Vossard. Aan de kant staan Michiel Gerritsen en Joost Preuningen klaar. Maar dit is een prachtig moment voor twee pure topsporters. Taco Poelstra en Dennis Vossard maken plaats voor de jeugd. Maken plaats voor de nieuwe gezichten. Michiel Gerritsen en Joost Preuningen. De wissel die eraan zat te komen heeft plaatsgevonden. Dit is een aardig moment voor Vossard en voor Poelstra. Preuningen die vanaf de zijkant de bal zo verschrikkelijk mooi door de korf gooit. 20-7 is de stand. België is een redelijke ploeg, maar kan tegen het Nederlands team geen potten breken. Het feestvieren dat gebeurt ongetwijfeld vanavond in het Nederlandse kamp. Want in de laatste fase van de wedstrijd 21-8 voorstaan. Het gaat helemaal goed. Simons, het zou aardig zijn als er nog wat mooie momenten komen als er nog een schitterend doelpunt wordt gescoord. Een heel mooi doelpunt aan Simons die een vliegende doorloop probeert te lanceren. België in de aanval, de laatste kansen. Daar is de eindsignaal van de scheidsrechter die goed gefloten heeft. De vreugde die zich mag ontladen. De omhelzing van Leon Simons en Taco Poelstra. Natuurlijk Dennis Vossard er nog bij. Dolle pret op de vloer, dolle pret ook op de tribunes, maar vooral het feestje aan de Nederlandse zijde. Nederland wint het wereldkampioenschap, maakt geen fout, onderschat België geen enkel moment. 22-9 is een goede stand. En dus is het feest voor de Nederlandse korfbalploeg in Ahoy de zesde wereldtitel in 7 WK's. Alleen in 91 werd verloren van België. De medailles worden omgehangen door de burgemeester van Rotterdam op Stelten. En dan is het moment daar. De wereldbeker opnieuw voor Oranje. Uitgereikt door de staatssecretaris van Sport. En omhoog gehouden door Taco Poelstra. Poelstra en Dennis Vossard namen afscheid van het korfbal. En afscheid nemen met een wereldtitel, dat is wel heel bijzonder. Al een beetje een droom wat in vervulling komt nu. In een vol Ahoy, of ja, redelijk vol Ahoy. Allebei een publiekswissel en ja, het voorstellen was al kippenvel natuurlijk. En dan loopt de wedstrijd ook nog, dat we gewoon op tijd eruit kunnen. En ja, dat is ongelooflijk.